zou het hard aankomen om morgenavond er eventueel uit te leggen en een overbodige match tegen Konyaspor. Het komt altijd hard aan als je verliest. Of dat je nu verliest in Europa of in de beker of in de competitie, dat komt altijd hard aan. Maar ja, we weten dat we nog twee matchen moeten spelen. Dus morgen moeten we proberen van dat alive te houden, hè, van dat leven te houden door best te winnen. In een geval van een gelijkspel heb je ook nog altijd een kans. Maar je doet er best aan om die match te winnen, om met een betere uitgangspositie dan naar Konya te kunnen gaan. Dan heb je genoeg aan een punt in Konyaspor. Ja, we gaan er alles aan doen. Ik ben er ook van overtuigd dat de spelers ook het belang zullen beseffen van de wedstrijd van morgen. Als zij nog willen verder gaan. Ze hebben gisteren al in de Champions League gezien welke interessante ploegen er wellicht gaan uitvliegen en naar de Europa League zullen gaan. Dus dat zijn mogelijke tegenstanders na nieuwjaar. Ik denk dat ze toch allemaal wel dromen van een keer tegen een grote naam te spelen. En die zijn er mogelijk bij na nieuwjaar in de Europa League. Dus als ze dat nog eens willen meemaken dit jaar, dan moeten ze morgen hun beste voetje voorzetten. Hè.